Een minuutje over 8:30. Als u net inschakelt, goedemorgen. Het is vrijdag de 21ste. Het komende half uur het RTL 4 ontbijtnieuws. Eerste jaargang nummer 144. Trouwens, het laatste ontbijtnieuws van dit jaar. Want op 2 januari zijn we terug, maar dan in een andere, kortere vorm. We zijn het dan op de hele en de halve uren. Dus om 7 uur, 7:30, 8 uur, 8:30 en 9 uur. En daartussen ziet u tekenfilms en soaps. Zover is nog niet. U heeft nog een half uur van ons te goed. Met daarin een weekendweerbericht, informatie over de beurzen, een overzicht van de ochtendbladen, sport met Victor de Koning. Maar we beginnen nu met het laatste nieuws het eerst. In het laatste half uur. Goedemorgen. President Gorbachev van de Sovjet-Unie heeft gezegd dat het aftreden van de minister van Buitenlandse Zaken, Shevardnadze, onvergeeflijk is. Shevardnadze liet gisteren op het congres van volksafgevaardigden weten zijn ontslag aan te bieden, omdat hij vindt dat de Sovjet-Unie naar een dictatuur afglijdt. Наступает диктатура, заявляюсь со всей ответственностью. Никто не знает, какая это будет диктатура и кто придет, что за диктатор и какие будут порядки. Я хочу сделать следующее заявление. Я ухожу в отставку. Пусть это будет, не реагируйте и не ругайте меня. Пусть это будет моим вкладом, если хотите. Протестом моим против наступления диктатуры я выражаю глубокую благодарность Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Я его друг, я его единомышленник. Я всегда поддерживал и буду до конца моих дней поддерживать идеи перестройки. Maar vriend of niet, voor president Gorbachev kwam het ontslag als een donderslag bij heldere hemel. Hij was er dan ook niet over te spreken. И уходить сейчас... De lokale burgemeester van Moskou zei het aftreden een ramp te vinden voor het land, de president en de perestroika. Maar het gevaar van een dictatuur zag hij niet. I see no possible dictator so far, politically speaking. But I see a real threat to the very process of democratic change. And this threat is growing. Gorbachev zelf wordt dus niet als een dictator gezien. Het gevaar zou van anderen, zoals de militairen en de conservatieven, komen. Gorbachev heeft de perestroika niets meer in de hand en wordt door anderen gedwongen krachtig in te grijpen, bijvoorbeeld waar het gaat om het streven naar afscheiding door diverse republieken. Gorbachev heeft Shevardnadze tot 2 keer toe proberen te bewegen op zijn beslissing terug te komen, maar dat is niet gelukt. Hij gaat zodra er een opvolger is. Zowel in de Sovjet-Unie als in de westerse wereld is ontsteld gereageerd op het ontslag van Shevardnadze. De teleurstelling in het Westen werd verwoord door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, James Baker. Minister Shevardnadze's resignation and warning, I think, has to be taken seriously. In my experience, Minister Shevardnadze has always worked as a professional who served his country's interests. He was in the forefront of the new thinking in foreign policy and democratization at home, and I think that he has earned the respect of leaders all around the world. De reactie van de VS op het aftreden van Shevardnadze liet een paar uur op zich wachten. De Amerikanen waren duidelijk verrast door het besluit van de Sovjet-minister. Bij monden van een zegsman liet president Bush weten dat de Sovjet-Unie nu op een kritiekpunt van de hervormingen is beland. Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Van den Broek was onaangenaam verrast door het bericht. Eén ding staat vast, dat Shevardnadze één van de belangrijke medebouwers, mede-architecten was aan de nieuwe verhoudingen tussen Oost en West. En in die zin, herhaal ik, is het een groot verlies. Als de reden ervan zou zijn zoals eerder is aangegeven, dan vind ik dat in feite nog erger. Dan stemt me dat somber. En ook bij andere internationale reacties op het aftreden van Shevardnadze overheerste de bezorgdheid over de toekomst van de hervormingen in de Sovjet-Unie. Na 2 maanden moeizaam vergaderen heeft de VN-veiligheidsraad dan toch eindelijk een resolutie aangenomen over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Daarin wordt nogmaals gezegd dat de Palestijnen in de bezette gebieden beschermd moeten worden. In een aparte verklaring wordt opgeroepen tot een internationale vredesconferentie over het Midden-Oosten. Deze verklaring is niet bindend zoals een resolutie en daarom kon eindelijk tot overeenstemming worden gekomen. De Amerikanen hadden al eerder te kennen gegeven op dit moment tegen een vredesconferentie te zijn. Die zien ze als een concessie aan Saddam Hussein die de oplossing van de Palestijnse kwestie verbindt aan de golfcrisis. De resolutie komt na verschillende uitbarstingen van geweld in Israël. Gisteren werd er nog een Britse toerist neergestoken door een gemaskerde Palestijn. De Canadese VN-vertegenwoordiger zei dat aan dit soort geweld beslist een eind moet komen. The relentless circle of violence cannot continue. And in this respect, we were shocked by the particularly brutal murder of Israelis last week in Jaffa.
The path to peace must be pursued with vigor. Canada believes that this resolution, which is the result of prolonged and intensive negotiations, will make a significant contribution. Premier Shamir van Israël heeft op de Israëlische tv gezegd dat dit een van de VN-resoluties zal worden waar niemand meer naar zal kijken. De kans op een vreedzame oplossing van de Golfcrisis lijkt steeds kleiner te worden. Turkije wil zo snel mogelijk een squadron NAVO-gevechtsvliegtuigen op haar grondgebied hebben. Turkije is het enige NAVO-land dat direct aan Irak grenst. De extra NAVO-gevechtsvliegtuigen zouden Turkije moeten helpen bij een mogelijke aanval door Irak. De Amerikaanse president Bush zou volgens congresleden in harde taal hebben gezegd dat Saddam Hussein in een oorlog verpletterd zal worden. De president zou mentaal klaar zijn voor een oorlog. Het Witte Huis heeft laten weten dat het met deze berichten Saddam Hussein in verwarring wil brengen. De Britse premier Major, die op dit moment op bezoek is bij Bush, steunt een eventuele militaire actie van harte. Hij is niet bereid tot compromissen en Irak moet Kuwait verlaten. De Nederlanders die ruim 4 maanden als gijzelaar in Irak hebben vastgezeten, zullen waarschijnlijk hun eigen hotelrekening moeten betalen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit gisteren bevestigd. Veel gijzelaars hebben tijdens hun gedwongen verblijf geleefd op voorschotten van de Nederlandse ambassade in Bagdad. Normaal vallen dit soort kosten onder de consulaire bijstand en worden ze door de staat betaald. Ex-gijzelaar van Tiel reageerde verbaasd dat dit nu niet zo is. We zijn op advies van de minister naar Bagdad vertrokken. We hebben kosten gemaakt, we hebben in een hotel gezeten. Die kosten waren erg hoog, het was een duur hotel. Ik zelf heb daar 2 weken gezeten en ben toen later vanwege het kostenaspect vertrokken naar een huis van de ambassade. Wat goedkoper was en wat nog te doen was. Maar als ze dit op ons zouden verhalen, zouden ze dat zeer teleurstellen. Bijna 8 minuten over 8:30. Zuid-Afrika mag weer deelnemen aan de Olympische Spelen. Dat zegt de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Juan Antonio Samaranch. Maar dan moet wel de apartheid zijn afgeschaft. Samaranch zei te verwachten dat Zuid-Afrika in 1996 op de Spelen in Atlanta weer van de partij zal zijn. Sinds 40 jaar doen Zuid-Afrikaanse atleten niet meer mee aan de Olympische Spelen. De Zuid-Afrikaanse regering probeert al enkele jaren de boycott ongedaan te maken. Een delegatie van het Internationaal Olympisch Comité brengt in april volgend jaar een bezoek aan Zuid-Afrika en moet dan een definitief oordeel vellen. President de Klerk kreeg ook steun uit onverwachte hoek. Het alternatieve Olympische Comité van Zuid-Afrika, dat de boycott altijd heeft gesteund, zijn niet langer bezwaar te hebben tegen een terugkeer van Zuid-Afrikaanse atleten op de Spelen. Caution has been tucked away in the very, very back of my head. Caution for 1991, I'd say yes. But certainly no caution for 1996. Because I think we are now full steam ahead. And I believe by 1996 we would have accomplished our goals. Eerder deze week versoepelde de Europese gemeenschap de sancties tegen Zuid-Afrika. De verdreven leider van Tjaad, Issen Abré, heeft vlak voor zijn val op 1 december ruim 300 politieke gevangenen laten executeren. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie Amnesty International vandaag bekendgemaakt. De terechtgestelde gevangenen behoorden tot een groep van 400 die tussen 1987 en 1989 is opgepakt en waarover Amnesty al eerder opheldering heeft gevraagd. Ook wil de mensenrechtenorganisatie weten wat er is gebeurd met de vele honderden mensen die na de machtsgreep van Abré in 1982 zijn gearresteerd en verdwenen. Vrijgelaten gevangenen vertelden na de val van Abré dat in diens hoofdkwartier in de hoofdstad N'Djamena honderden gevangenen in het geheim zijn terechtgesteld. Anderen stierven in gevangenschap als gevolg van martelingen, ondervoeding en gebrek aan medische verzorging, aldus Amnesty. Amnesty International roept de nieuwe president, Idriss Déby, op te verzekeren dat een dergelijk bloedbad niet meer zal voorkomen in Tjaad. U kijkt naar het laatste RTL 4 ontbijtnieuws in deze vorm, want volgend jaar gaat er het een en ander veranderen. Er komen korte uitzendingen, 5 stuks op de hele en halve uren. Dus om 7:00, 7:30, 8:00, 9:30 en 9:00. En daartussendoor worden dan tekenfilms en soaps uitgezonden. Dus ook volgend jaar kunt u goed geïnformeerd aan uw dag beginnen. Tien over 8:30, tijd voor het financieel-economische nieuws nu. De verzekeraars Centraal Beheer en Avero hebben hun fusiegesprekken afgerond en gaan definitief samenwerken. Vandaag tekenen ze het fusiecontract. Die fusie maakt van de verzekeringscombinatie de 5e verzekeraar van Nederland. De beide coöperatieve organisaties besloten samen te gaan omdat ze willen concurreren met de grote verzekeringsconcerns. Die bieden steeds meer andere zaken dan polissen aan, zoals leningen en spaarrekeningen. De combinatie die AVCB gaat heten, wil dat ook gaan doen.
Beide maatschappijen verkopen hun producten rechtstreeks aan de consument en niet via verzekeringsagenten. En dan de beurzen. Tokio sloot vanmorgen met verlies. Het Damrak sloot ook wat lager. Wall Street wist wat winst te boeken. Hier zijn de cijfers. De Nikkei-index sloot af op 24.120 met een verlies van 405 punten. De Dow Jones-index sloot gisteravond 2 punten hoger op 2629. En de dollar wist een forse winst te boeken. De munt sloot bijna 4 cent hoger op 1,71 gulden. En de CBS-koersindex algemeen sloot 1,6 lager op 167,2. U kijkt nog steeds naar RTL 4, naar het ontbijtnieuws. Tijd voor sport, wintersport vandaag trouwens met Victor de Koning. Ja, het onderwerp ligt voor de hand, want vandaag of morgen reizen zo'n 300.000 Nederlanders af naar de besneeuwde hellingen, met name in de Alpen. Vandaar onze studiogast vandaag van de Nederlandse skivereniging, Diederik Muns. Diederik, ja, je hoort vaak over materiaal, hè, als je skiers met elkaar hoort praten van ik heb die bindingen, ik heb die skis. Slecht materiaal bestaat er eigenlijk niet meer, hè? Nee, bestaat absoluut niet meer. Het is vooral het vakmanschap, nu praten we even over binding, het vakmanschap van de wintersportspecialisten die die binding afstelt, hoe veilig die binding is. Ja. Dus skis zijn duidelijk ook door de voortschrijdende techniek natuurlijk verbeterd, bindingen. Het aantal ongelukken stijgt wel, maar dat heeft te maken met het feit dat er steeds meer mensen gaan skiën. Ja. Relatief is de sport veel veiliger geworden. Ja, dat komt omdat de schoenen zijn veel beter, de bindingen zijn veel beter. De skiers gaan ook beter skiën. Alleen het grote nadeel is dat er gewoon steeds meer wintersporters komen. Ja, en je wil zeggen, er is een beperkt aantal hellingen. Even over dat skiniveau van de Nederlander. Oh, er gebeurt er iets, maar wij gaan rustig verder. Even iets over dat skiniveau van de Nederlander. Dat is nog helemaal zo slecht niet, dacht ik, hè? Nee. Nee, dat komt omdat we hebben kunstskibanen, we hebben borstelbanen, we hebben indoorbanen. En nu kunnen de skiers zich uitstekend mee uit de voeten. Het enige goed is wat oefenen. Ik van Nederlanders wel eens merk, dat zodra ze een paar dagen op wintersport zijn, dan willen ze gelijk ook alles. En ja, dan storten ze zich met levensgevaar. En dan krijg je die bekende derde dag, waarbij dan heel veel ongelukken komen. Goed, je zei het al, je kunt je perfect prepareren op buitenbanen, kunstskibanen, die over heel Nederland te vinden zijn, waar je ook als het ware de afdaling zelf kunt beleven. Indoorbanen is een nieuw verschijnsel. We gingen naar Middenbeemster bij John de Vilter en Arjo van der Zanden, twee heuse Nederlandse skileraren bij zo'n indoorbaan. Er zijn momenteel 18 indoor skicentrums. Er is ook een bond gevormd, de bond van indoor skibanen. En degenen die aangesloten zijn bij die bond, die staan een beetje garant voor een goede lespresentatie. De mogelijkheden voor skivoorbereiding op een wintersport is dat je kunt natuurlijk aan skigymnastiek doen. En je kunt skilessen nemen op een binnen- of buitenbaan, dus op een borstelbaan of een indoorbaan. Het voordeel van een binnenbaan is dat je ongelimiteerd af kan dalen. Dus het zijn niet 5 bochten waarop je weer stil moet staan en wachten op je groep, maar je kunt gewoon lekker blijven skiën. Plus, het belangrijkste is dat de leraar staat voor je neus. Op het moment dat je een fout maakt, kan die gelijk gecorrigeerd worden. En iedere baan heeft tegenwoordig een spiegel ervoor, dus de mensen kunnen hun eigen beweging ook zien. Daardoor leren ze gewoon ontzettend snel en dat werkt perfect. Oké, breng je gewicht over. Je ene been naar je andere. Komt hij nog ietsje harder. Dan gaan we maar eens bijsluiten. Dat is voor beginners en gevorderden. Van jong tot oud, dus van 5 tot 70 jaar. Alles wat op ski staat. Wat gewoon heel erg goed is, dat een hele veilige manier om skiën te leren is. Het is voor mensen die angst hebben, hoogtevrees, etc. Dat op het moment dat ze op een steile helling staan, helemaal dichtslaan, is het prima om het hier te trainen. Je helpt ze over die drempel heen en ze gaan met een vertrouwd gevoel naar de sneeuw toe. Want technisch gezien, skiën is gewoon veel beter. En meestal komt de angst voort uit het feit dat ze bang zijn dat ze het niet kunnen. En dat zie je bij kinderen ook heel goed. Keurig, dat is prima. Goed zo, en kijk naar je skis, hè. Kijk maar even naar je skis. Ja, kan je al één been een beetje optillen? Een klein beetje. Doe maar. Nou, probeer het eens. Nou, ik denk dat als je kijkt naar Nederland, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een land als Frankrijk, waar zelf dus Alpen zijn en sneeuw is, dat procentueel gezien Nederland meer skiers heeft.
dan in Frankrijk bijvoorbeeld. En dat spreken we aan, want wij zitten natuurlijk heel ver vandaan. Het is toch minimaal 10 uur rijden. En als je dan kijkt hoeveel mensen in Nederland zich voorbereiden op de wintersport en ook daadwerkelijk gaan skiën, dat is enorm groot. Dus in de breedte gezien gaat het skiniveau in Nederland gewoon omhoog. Ja, oefen je techniek en ga er niet als een zombie tekeer op die pistes. Dat is de advies wat hier gegeven wordt. Laatste advies van Diederik Muns van de Nederlandse Skivereniging. Op weg naar Oostenrijk, Zwitserland of waar dan ook. Wat ik al eerder in de uitzending zei, ga niet die zaterdag al skiën. Dus je hebt alle tijd om eraan te komen. Het is slecht weer nu. Oefen nog even die sneeuwkettingen, zodat je niet met die koude handen die ketting aan moet doen. Goed, dat is duidelijk een advies. Ik zou zeggen, iedereen die op weg gaat, een hele goede vakantie. En ik ga van vroeg naar laat. Victor de Koning, hartelijk dank voor 6 maanden topsport. U kijkt naar het ontbijtnieuws van RTL 4. Het is tijd voor het weerbericht, samengesteld door Meteo Consult. In de studio voor het laatst op dit tijdstip, Reinier van den Berg. Ja, voor de laatste keer inderdaad zo'n heel uitgebreid weerbericht. Ik denk dat het weer daarna nog wel doorgaat. Maar in ieder geval, inmiddels zitten we met dooi. De afgelopen dagen was het nog winters, maar de dooi is ingetreden. Gepaard gaat met een heleboel regen. In Midden-Nederland, Soesterberg viel plaatselijk 12 mm, aan de kust nog altijd 1 mm of 6 mm. In de Ardennen iets minder neerslag, maar daar viel de neerslag wel in de vorm van sneeuw. En daar ligt nu plaatselijk meer dan 15 centimeter. Het neerslaggebied schuift door naar het oosten, komt vanmiddag aan in de buurt van Polen en loopt vandaar met een wijde boog terug naar de Alpen. En in Zwitserland gaat het vandaag weer langdurig opnieuw sneeuwen. Vandaar, de boog wordt volgemaakt. Vanuit het zuidwesten gaan we weer terug. En de regen gaat later onze kant toch weer opkomen. Met erachter nog veel zachtere lucht. Heel aardig weer op dit moment in Zuidwest-Europa, Spanje, Portugal, Italië, droog met bovendien flink wat zon. De temperatuurverdeling veel minder koud dan eerder deze week. Wij in onze omgeving met ruimschoots positieve temperaturen 5 tot 10 en nog verder naar het zuidwesten, Engeland, Ierland, meer dan 10 graden. Midden-Europa blijft nog wel vrij koud en Zwitserland, Oostenrijk, het Alpengebied, daar blijft het ook overdag nog net een klein beetje vriezen. En in Scandinavië is het natuurlijk nog een klein stukje kouder. Maar wat betreft de wintersport, de situatie gaat in een groot deel van Europa toch wat verslechteren. In de Ardennen, daar ligt nog erg veel sneeuw, maar daar gaat het vandaag al dooien. En ik denk dat vrijwel alle sneeuw aan het eind van het weekende al weg is. En met de kerst is daar echt vrijwel geen wintersport meer uit te voeren. De sneeuw dooit daar heel snel weg. Duitsland, Sauerland, Harz, Zwarte Woud. Hele goede situatie nu met veel sneeuw. Ook daar gaat het geleidelijk aan wat dooien. En ik denk dat daar met kerst ook niet gek veel sneeuw meer over is. De Alpen, Zwitserland, Oostenrijk, het noorden van Italië. Daar ligt ontzettend veel sneeuw. Uitstekende skicondities. En dat blijft de komende dagen zo. Er kan vandaag zelfs nog een beetje sneeuw bijvallen. Daarna wordt het droog, wat zonniger. En minstens tot en met de kerst zijn de situaties daar uitstekend. Oost-Frankrijk ligt een heleboel sneeuw, sneeuwt het nu nog steeds, maar daar gaat het van het westen uit geleidelijk aan wel wat zachter worden. En zeker in de dalen zal het zo rond kerst daar behoorlijk beginnen te dooien. En dooien doet het natuurlijk in ieder geval bij ons, want het kan gemakkelijk een graad of 8 worden vandaag. Zacht weer dus, wolkenvelden, ook een paar opklaringen, vooral in het noorden en later van het zuidwesten uit opnieuw regen. En dit weer houden we een flink aantal dagen tot en met de kerst nogal grijs, wolkenvelden, af en toe het regen, kan morgen zijn op zaterdag en ook op eerste kerstdag. Temperatuur overdag een graad of 8 en 's nachts ruimschoots boven het vriespunt. Reinier van den Berg, dankjewel. Verkeersinformatie, een paar files en ze staan op de volgende wegen. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Abcoude een file van 5 kilometer. De A4 Hoogvliet-Vlaardingen voor de Benelux-tunnel 3. Dan de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en Den Haag Centrum 4. En nog één op de A16, Breda-Rotterdam, voor de Van Brie-Noordbrug 3 kilometer. U kijkt naar het ontbijtnieuws met een overzicht van de ochtendbladen. We doen een greep uit de rest van het nieuws. De Telegraaf meldt dat premier Lubbers een mogelijke looningreep volgend jaar niet uitsluit. Die kans bestaat als werknemers en werkgevers er niet in slagen de loonstijging tot 3% te beperken. Dat zei Lubbers tijdens het debat in de Tweede Kamer over de najaarsnota. Vicepremier Kok steunt de uitspraak van Lubbers. In het Algemeen Dagblad kunnen we lezen dat Rotterdam een schadevergoeding van de Franse kalimijnen gaat eisen. En dat voor extra aanslibbing in de haven door de lozing van meer dan 250.000 kubieke meter grond. De geloosde grond is van nature al metaalhoudend, maar onderweg worden ook andere schadelijke stoffen toegevoegd. Het bergen van de grond kost de Maastad 2,5 miljoen gulden per jaar. De Volkskrant meldt dat de Verenigde Staten in de Veiligheidsraad tegen Israël hebben gestemd. De Veiligheidsraad betreurt de deportatie van Palestijnen en Israël wordt gemaand zich aan de conventie van Genève te houden.
In een aparte resolutie werd ook voor een vredesconferentie voor het Midden-Oosten gestemd. Israël heeft teleurgesteld gereageerd. Hirsch Berlin wil wetgeving toetsen op doelmatigheid, is een van de koppen in Trouw vanochtend. De minister wil bij voorstellen die de ministerraad passeren eerst kijken of ze in de praktijk haalbaar zijn. Volgens Hirsch Berlin blijkt dit steeds weer mis te gaan. Als voorbeeld noemt hij de vis, de mest, het hardrijden en het zwartrijden. Het Financiële Dagblad meldt dat de OESO een economisch herstel voor 1992 voorziet. De effecten van de gestegen olieprijzen op de wereldeconomie blijven beperkt. De OESO stelt wel dat de voorspellingen met grote onzekerheid omgeven zijn en dat afwijkingen tot een negatiever beeld zullen leiden en zeker niet tot een gunstiger. Met name de afloop van de golfcrisis kan voor een verandering zorgen. En tot zover de ochtendbladen. En dan nu bij RTL 4 een overzicht van de rest van het nieuws van vandaag, vrijdag de 21ste. Vandaag is het precies een jaar geleden dat Amerikaanse soldaten Panama binnenvielen om daar een eind te maken aan het bewind van dictator Noriega. Duizenden mensen gingen de straat op om tegen de invasie te protesteren. Massaal trokken de demonstranten naar de begraafplaatsen om daar de slachtoffers te eren die tijdens de invasie vielen. Kinderen speelden op het strand de invasie na. Lech Walesa, de nieuwe president van Polen, is er niet in geslaagd om een nieuwe regering te vormen. Hij heeft de demissionaire regering van premier Mazowiecki daarom gevraagd aan te blijven tot de verkiezingen van dit voorjaar. Walesa vroeg zijn politieke rivaal voorlopig aan te blijven nadat twee kandidaten voor de post van premier daarvan afzagen. Politieke waarnemers verwachten dat Mazowiecki het aanbod om langer aan te blijven zal afwijzen. En in dat geval zal de nieuwe Poolse president opnieuw moeten proberen een formateur te vinden. Het gaat goed met de Nederlandse tuinbouw. Op de klok in Veilinghal Zuid-Holland-Zuid worden hogere prijzen gemaakt dan ooit voor Nederlandse groente en fruit. De vraag was dit jaar veel groter dan het aanbod. Onder andere omdat de droogte deze zomer de oogst wat deed tegenvallen. Maar de handelaren hebben vooral veel meer kunnen verkopen in Oost-Europa en bieden daarom tegen elkaar op. Dat heeft geleid tot een stijging van de omzet van 16%. Premier Lubbers heeft gisteren in de Tweede Kamer gereageerd op vragen naar aanleiding van zijn omstreden interview in Elsevier's Weekblad van deze week over de koppeling tussen lonen en uitkeringen. Hij zei erin onder andere: "We hebben een lijn getrokken en ik zou niet graag het misverstand voeden dat het kabinet de uitkeringen aanpast als de lonen met meer dan 3% stijgen. Nee, we leggen er geen geld meer bij." En ook met het oog op de werkgelegenheid en gemeenschapsvoorziening is dit bedrag de grens. Dat is in mijn visie niet ontkoppelen, maar dat is een krachtige oproep aan de sociale partners om het te houden bij die 3%, wat naar mijn vaste overtuiging voldoende is uit een oogpunt van redelijke verdeling van de welvaart over alle burgers. En bij het doorschrijding van die grens ga je een ernstige risico's aan. PvdA-leider Kok weigerde op de uitspraken van Lubbers en Elseviers in te gaan. Met de uitleg van de premier had hij geen enkele moeite. De Amerikaanse vulkaan St. Helens, die al enige tijd rommelde, heeft gisteren een wolkas 7 kilometer de lucht ingespuugd. Het is de derde eruptie binnen enkele maanden. In de buurt van de vulkaan werden enkele lichte aardschokken gemeten tot 3 uur na de uitbarsting. De laatste spectaculaire eruptie van St. Helens vond plaats op 18 mei 1980, waarbij grote delen van het bos eromheen werden verwoest en tenminste 36 mensen om het leven kwamen. 21 personen werden nooit gevonden en liggen waarschijnlijk onder de lava begraven. Het afgelopen half jaar hebben we voor u 5 dagen per week het ontbijtnieuws gemaakt. U ziet alleen de presentatoren, dit rijtje, maar u begrijpt dat er veel meer mensen aan het programma gewerkt hebben. Hier zijn ze. We'll be right back.
En dat was dus de ploeg die met veel zorg en toewijding het ontbijtnieuws heeft gemaakt. Vanaf 2 januari dus kortere uitzendingen. Namens iedereen bedankt voor het kijken. Prettige feestdagen en vast een goed en gezond 1991. Tot ziens. Hey. Dag. Mark.